Merwan komt in 2012 vanuit Tunesië naar Duitsland en zal een netwerk van goedbedoelende supporters ontmoeten in de Rode Buurt, wijk in het Berlijnse Tempelhof-Schöneberg-district. Hoewel zijn asielaanvraag wordt afgewezen, krijgt hij van veel kanten te horen dat hij hier misschien toch kan blijven. Een vrouw trouwt met hem, eerst via een imamhuwelijk. Hij kan zich bij de kroeg inschrijven en daar overnachten, een vrouw houdt hem financieel op de been, vrienden kopen af en toe cocaïne, een advocaat adviseert hem over het gebruik van de zwangerschap voor zijn verblijf. Een vereniging geeft hem een kamer en eervol werk in de vluchtelingenwelkomstzone Tempelhof. Merwans beroep wordt aangeduid als elektricien in Tunesië. Julia is docent scheikunde en geschiedenis aan het Albert Einstein Gymnasium in Berlijn. Op oudejaarsavond 2015-16 ontmoet ze Merwan in een donkere kroeg. Ze wordt zwanger. Hij wil niet dat ze het kind krijgt. De twee krijgen ruzie en Merwan bedreigt Julia met een mes en de dreiging: ik vermoord je. Pas als de advocaat hem adviseert dat hij zijn uitwijzing met de zwangerschap kan aanvechten, wil hij het kind hebben. Maar Julia wil hem nu alleen opvoeden. Merwans uitzetting nadert. Op 10 juni 2016 is Merwan terug met zijn ex-vriendin Vanessa, zijn vriendin voor Julia, die ooit zwanger was van hem. Toch loert hij op de loer bij Julia in het trappenhuis. Als ze de deur opent, valt hij haar aan met een mes dat hij heeft meegenomen. 7 steken worden later geteld. Buren horen het geschreeuw. Merwan komt uit het appartement, zegt tegen de buren dat ze stress hebben gehad en vertrekt. De buren bellen de politie en volgen hem. Kort daarna wordt hij gearresteerd in een drankwinkel. Julia bloeddood, de noodarts probeert tevergeefs haar leven te redden. Ook de ongeboren baby sterft. Julia's lichaam ligt begraven in Braunschweig, waar ze naar school ging. In januari 2017 begint het proces voor de rechtbank van Berlijn. De aanklacht is moord en abortus. De oud-nieuwe vriendin getuigt ook. Ze is al getrouwd met een Indiër die ook een verblijfsvergunning nodig had en er Vanessa €2000 voor betaalde. Ze heeft een kind, maar niet van hem. Sinds de 20-jarige getrouwd was, kon ze alleen nog maar met Merwan trouwen via een imamhuwelijk. Ze had hem ontmoet toen hij op een school in Kreuzberg zat om verblijfsvergunningen af te dwingen. De pleidooien worden nog steeds in januari gedaan. De officier van justitie wijst er expliciet op hoe afstandelijk het gedrag van de refugees welkom was ten opzichte van de dader. Merwan is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord en abortus. De verdediging kondigt een beroep aan. Vanessa verlooft zich met een andere man. In het kader van het proces kan ook worden vernomen dat Merwan al aanzienlijke problemen heeft gehad met de Duitse rechterlijke macht. Omdat hij zich in eerste instantie als minderjarige heeft voorgedaan, zijn de bestanden waarschijnlijk verzegeld. In augustus 2017 wordt de herziening van de moord afgewezen.